Vandaag zien we veel hogere bewolking boven ons land, maar in Frankrijk zien we ook wat lager bewolking terug. Dat trekt vandaag met name over de westelijke helft van het land. In het oosten schijnt van tijd tot tijd toch de zon. Dat is vanochtend al het geval. Temperaturen zijn dan al hoog met 9 tot 12 graden op de meeste plaatsen. Daarbij waait dan een matige zuidenwind. In het noorden van het land kan uit dikkere bewolking nog eens spat regen vallen. Vanmiddag is op de meeste plaatsen de zon af en toe te zien en dan loopt de temperatuur nog wat verder op naar zo'n 12 tot 15 graden, lokaal misschien zelfs iets warmer. Vanavond dan valt vanuit het zuidwesten regen als koelere lucht uiteindelijk ons land weer binnenkomt. Het is dan nog 10 graden op de meeste plaatsen, maar vannacht daalt het kwik op de koudste plaatsen alweer naar 2 tot 3 graden. Morgen is het droog, de zon die schijnt af en toe, maar er zijn ook hardnekkige wolkenvelden. Op de meeste plaatsen wordt het 8 of 9 graden, onder dikke bewolking wordt het een paar graden kouder. De komende dagen dan blijft het ronduit zacht voor de tijd van het jaar. Donderdag en vrijdag temperaturen ruim in de dubbele cijfers. Met donderdag opnieuw waarde in de buurt van de 14 graden. Droog blijft het niet. Donderdag valt met name in het westen wat regen. Vrijdag kan het overal enige tijd nat zijn. Ook in het weekend is het nat. Mogelijk af en toe zelfs onstuimig.